Ik dat Pardinius, moet je ook even een shot zetten. Ja, kijk. Pardinius, kijk. Zij konden wel truien betalen, dus eigenlijk, ja, dat is wel jammer. Hoe vind je het hier? Ik vind het heel leuk hier. Het is wel heel druk. Op elke hoek van de straat staat iets. Best wel cool. Warmer, maar het zit in de schaduw, dus het is niet zo warm. Het is wel even fijn. Ja, dat hoor ik inderdaad. Toen was ik net terug. Ja, place. Willemijn heeft. Ja, het is een vorm heel laat. Duivenvrees. Ja, dat is wel waar. Moet je anders een anekdote vertellen over wat mij en meneer Kruiper is overkomen gisteravond in het ziekenhuis? Ja, leuk. We liepen in het ziekenhuis en we waren een beetje aan het ijsberen, want we moesten wachten. Er werd niks gezegd over Pieter. En toen zei ik dat ik naar de wc moest en meneer Kruiper liep wel met me mee. Dus we lopen zo door die gang, we kijken zo'n kamer in. Zit er echt een super lekker bij. Wc. We zeiden van, nou ja, als ik nou doe alsof ik vet langs. Dus dat was een beetje. Misschien kunnen we wel in die kamer gaan zitten ijsberen. Nou, misschien kunnen we ook wel bij een van die bedden waar een oma lag, die lag te slaan. Ik loop de bar uit en raad wie ik tegenkom. Ja, dat meisje die liep hier net ook langs, ja. Hoi. Ik ben aan het bellen. Waarom ben je aan het bellen, Berit? Omdat de twee mensen kwijt zijn. Vuur! Zelfs hier in het mooie Rome kun je mijn Soundcloud checken. www.soundcloud.com/avital-van-de-van. Ik heb wel even.
hebben dus een prank uitgehaald bij het meisjesdeel. We hebben de airco op 10 graden gezet. Alleen we weten niet of hij zeg maar overal de airco reguleert. Dus dat gaan we nu uitzoeken. Volg. De deur wel? Ja, klopt. Oké, dat was het. Thank you very much. We hadden dus de afstandsbediening boven de kast liggen. En die is nu weg. Ja, ligt achter die pot. Ja, kerel, zo groot ben ik helemaal niet. Maar hij staat gewoon op 10. 10. Jongens, hij staat 10 graden op. De vraag is alleen. Is het 10 graden? Overal. Of alleen hier. Of nergens. Volg. Ze zagen mij niet eens en toen heb jij het verneukt. Oh shit. We zijn reportage aan het schieten. Waarvan? Maar ik weet niet of er iemand bij ons op de wc zit. Ja, ik heb niet helemaal geen slot. Oh, oké, dan mag je binnenkomen. Hebben jullie het koud, jongens? Nee. We hebben de airco op 10 gezet, zeg maar, 3 uur geleden. Oh, dat heb ik echt best wel nodig. Ik heb het echt heel erg hoor, maar misschien ja, maar heb ik geen kruim. Dus wij vinden het heel fijn. Ja, klopt. Maar het stinkt ook echt heel erg om elkaar van binnen te maken. Heb je daar al geroken? Nou, dat gaan we nu doen. Ja, Berit is een kip. Kip. Het meest van zijn eigen stukje vlees. Kip. Hier is dus helemaal niks te zien. Hebben jullie het koud hier? Nu niet. Zullen we maar de grote omvulling doen? Maar het stinkt wel. We hebben de airco op 10 graden gezet, 3 uur geleden. Nee, oh ja, dus sommige kamers zijn airco? Oh! Shit, hadden overal de airco aan. Nee, dat kan dus niet. Dat hebben we de eerste dag gevraagd. Ja. Ik snap het niet, maar we mogen niet hebben. Nou, ik vond de airco wel lekker zo eigenlijk. Ja. Nou Jorrit, je hebt zo'n presentatie. Hoe voel je je daarbij? Ontzettend goed. Ja? Ja. Job, heb je zin om de kerk binnen te gaan? Ja. Ja? Nee. Nou jongens, het regent. En hebben wij regenponcho's van de zeeman. Want het regent heel hard. En achter ons is iedereen Marco Bussato liedjes aan het zingen. Wat it's ook heel leuk is. Raining man. Hallelujah, it's raining man. Au, au. Zo mooi. Nee! Wat ben ik ook kachel? Oké, dit komt sowieso in het fotoboek incest binnen de familie. Ja? Ja, dat was echt lekker. Dag de ras. Wij pakken mijn rechterhand op een biertje, mijn linker een biertje. Doei. Ik ook wel stellen in de camera. Ja. Was gezellig hè vannacht. Volgende keer bij jou of bij mij. Stijn, nu gaan we met jou swimmerbody. Oh, zo geweldig. Je wil echt even je buikje showen, hè? Ja. Oelala. Ik heb echt geen overzicht. Mijn lul. Ik ben vol met steen neergestort. Ah! Sticker is cool. Lotte, wat vind je nou van dit gedrag? Echt heel irritant. Stijn, wat vind jij van dit? Ik heb pijn aan pippen. Oh. Stijn zingt als eerst, dan zingt Jonathan daarna en daarna. Kijk hoe schattig die hond is. Ik
Ja, heerlijk weer. Het is maar 20 graden, hoe kun je dat verbranden? Nou, het is wel meer hoor. En vol in de zon? Nee, dat kan gewoon. Alleen maar korte broek aan gehad. Hoeveel meer? Hoeveel meer dan wat? 20 graden. Nou, zeker wel 26. Echt? Zo hoor? Ja, soms 23. Wat zullen de mensen thuis jaloers zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja, we zijn er ook al s'avonds geweest, dat was ook heel mooi. Uh-huh. Ja. En verder niet echt wat goed. Ja, een andere keer gingen we naar de Treefontein met z'n allen. En toen was er een vrouw en die stond dat was in de Treefontein. Ja, dat was wel. En ze had wel een beetje doorzichtige kleren. Ja, ze had gewoon een blouseje aan en een string. Ja. En Nu moet we moeten door, want anders gaan mensen voordringen in onze rij. En dat willen we niet, want we willen naar de Sint-Pieter, want die is mooi. Is het indrukwekkend wat er ook staat?
volgens mij een beetje gesnapt. Wij wilden dus onze laatste dag dromen een lekker ijsje. Maar het was iets na bedtijd. En nu gaat meneer Kruiper, de liefstallige meneer Kruiper, alle kamers bij langs. Wow, is dat Pantheon Berit? Ja, blijkbaar. Het is nog mooier na 12. Precies. Misschien ben ik niet de lul. Is het al na 12? Maar wat is de bedtijd dan al de hele week? Want wij wouden het Pantheon zien omdat het s'avonds een hele mooie lichtinval is. Er ligt dus niemand bij elkaar. Betrouwbare bronnen heb ik gehoord 11 uur, maar vanavond een half uur later. Ja, ik dacht 12 uur.